niet gewoon hier in een wolf veranderen ofzo? Opgelost! Had ik meer ergens even snuffelen? Summoner name, lol, ben je nu al vergeten. Dat is niet goed. Kopen een mana charm, 4 wards en een pot. Hey. Oh, nooit op EU gespeeld. Okay. Je kunt toch zo'n transfer aanvragen naar de EU-servers, dacht ik, voor niks op US. Wat kun je aanvragen? Wat zijn nou, Robin? Ja, of tegen Zerp. Oh, ja, oké. Okay. Hij speelt met een aantal US-gasten, ja. Ik zou ook nog steeds met iemand uit Amerika gaan spelen. Ja, lol dan, hè. Ik wil niet iets anders zeggen. Die medicine scene moet ik eerst volgen. Oh god, iedereen heeft ook echt serieus gewoon boots of zo, of iets anders en op twee hebben ze health potions. Ik heb health potions op 3 gezet. Emil heeft hem gevonden, share, doen. Delen, en al moet je hem uploaden, dat duurt het 3 uur. Doen. Sowieso. Uh-huh. Ah, het is trouwens best wel duidelijk wat je hier moet doen, alleen ik was het vergeten. Althans, ik kon toen nog niet lezen ofzo, weet ik het. Maar ik heb hier echt zo lang vastgezeten, omdat ik niet wist wat ik nou moest doen. Terwijl het eigenlijk best wel... Ricardo, nee? Of ja, in ieder geval niet van ik Wesley, zeg maar. Niet van een andere Wesley geweest, zeg maar. Dirk, Jesse, je kent mijn naam. Zoals ik al zeg, mijn naam is overal hetzelfde. Dus ik ga niks meer... ik wil trouwens ook even naar Koek en Mier kijken. Ja, trouwens. Ik kijk hem later wel. Oh, volgens mij moet ik niet hier naartoe. Oeps, de Southern Court. Player not found. Overal hetzelfde. Hij zoekt er ook echt letterlijk op. Ouwe! Ricardo! Ik zou best mijn summoner name willen opschrijven of noemen, alleen de eerste die ik had is een beetje vaag. Daarom heb ik hem laten veranderen uiteindelijk. Ja. Yeah. Ik heb... Mijn summoner name was Zandkut. Daarom. Trouwens in je wolfvorm doen of in je human vorm, dat weet ik eigenlijk niet. Maar maakt het niet uit toch? Transform. Ik ga straks even kijken. Oh crap, ik heb zelfs een main kill support, dat is niet goed. Nee, het kan, maar het is niet de bedoeling van een support. Nee, daarom. Ze waren ze toen nog lang niet allemaal. Serieus? Ah, dit was wel heel makkelijk. Ik kan me herinneren dat dit echt... Dat die beesten met 4 keer zoveel kwamen, maar... Apparently I was wrong. Op. Yes.
Oh crap, ik zie een linkje van Emiel. Overal hetzelfde. Oh, Ricardo, heb je het nu pas door. Emiel. Ik moet gewoon dat filmpje zien. Wat hij heeft gestuurd. Ik ook eigenlijk. Hij doet 129, dus ik kijk zo wel. Later nog wel kijken. Ja. Emiel hem zo even op mijn Skype kan toesturen, dan kijk ik hem later wel. Ah, even wachten. To help one who set me free, maar wie was dat dan ook alweer? Oh, de Hidden Village! Daar moet ik nou naartoe. Dat is 3 uur terug, ja. Nou en? Koek en Emiel zijn wel... Of Koek en Emiel, Koek en Emiel zijn vet. En Emiel is gewoon awesome. True. Oh wacht, dan kan ik natuurlijk niet bij de... Kan ik nou naar binnen? Gelukkig kan ik bommen kopen. Nee, ik wil echt gewoon op dit moment onderwater worden voor het licht. Als je toch geen bommen hebt. Het worden er 10 jaar. Nou hoop ik. Nee, ga niet voor mijn stream zitten. Zo. Oh, die. Ja, die is wel leuk, hè. Ik ken hem inderdaad. Fotobom op zijn best noem je dat. Stop trouwens dat hele... Verkeerd. Die hier een village die zat... Volgens mij echt helemaal aan de andere kant, hè? Een village die volgens mij... Waar zat hier een village ook alweer? Dat is niet... Daar zo, ja. Dan heb ik een probleem met die brug natuurlijk, dan moet ik helemaal om. Oké, yo. Wat happens in de team? Goeie, ja. Maar ik wil hem nog steeds zien, dus stuur hem maar gewoon over Skype. Dan moet ik die hebben. Deze hebben volgens mij. Nee. Dan denk ik dat dit zelfs nog het dichtst bij is. Daar wil komen, ja. Yo, see it, thank you. Dan ga ik zo eens even kijken. Want waarschijnlijk ga ik me helemaal iets hier. Ricardo, ik heb hem al. En buiten dat ben ik niet online op Steam op het moment. Dus anders gaat hij weer dingen updaten die ik helemaal niet wil omdat ik bezig ben. Dus je hoeft hem niet meer te sturen, Ricardo. Ik heb hem al ontvangen. Oké, dat is mooi. Oh, hier zat ook nog volgens mij een hele vette sidequest.
geen idee. Ik heb het spel echt te lang niet meer gespeeld. Nou, ik ben lekker een rondje gelopen, zo. Afgelopen jaar hebben we dat niet gedaan, nee. We hadden afgelopen jaar eigenlijk maar één. Of na één. Afgelopen jaar hadden we maar één spel langer dan 20 uur en dat was Skyward Sword. Of nou ja, langer dan 20 uur, precies 20 uur zeg maar. Maar ik hoop dat we dat komend jaar wel gaan doen. Want TP is best wel awesome. Nou, we moeten nog even kijken hoe precies. Ja, ik vind op zich windweken ook nog niet zo, zo erg. Haha! Epic move. TP is wel echt heel vet, maar dan hadden we hebben sowieso maar 3 uur windweken gedaan, dus net te zeggen dat we tijd hadden voor TP, nee. Maar Twilight Realm, ja, hoeveel uur streams doen die over het algemeen? Vorig jaar hebben we onze eerste stream gedaan, of afgelopen zomer eigenlijk. Toen hebben we 72 uur gedaan, maar ik pleit ervoor dat we langer gaan doen komend jaar. Ah, oké. Okay. Van 3 dagen vond ik toch wat te kort eigenlijk. Zeker ook omdat je toch met redelijk lange Zelda games zit. Mhm. Ja, een Zelda game, dat duurt al gauw 15 uur of zo? Niet allemaal hoor. Oké, maar de nieuwere denk ik wel sowieso. Ja, de 3D games zijn over het algemeen wel wat langer, ja. Dus ik ben het er wel mee eens dat we inderdaad langer gaan doen. Oh, badass team trouwens. En dat zonder Hawkeye, Is dat natuurlijk wel even zo. Ik ga het op een coole manier doen. Prestige points. Ja, deze team is echt geweldig. Nou, ik volgens mij had ik het hier gezegd. Volgens mij buiten leeft niet veel meer. Te vuren. Ik weet niet waar vandaan. Oh, daar. Ah. Wat? Wat je moet.